Daai treie van de Solar Race. Bij Starum maakt je de deelnemers haar kleer voor de start. 1, 2, 3! Van die jongens zijn natuurlijk allemaal hun kinderen. Ze hebben er maanden en misschien wel een half jaar of misschien wel een jaar aan gewerkt. Je moet er natuurlijk echt goed voorzichtig bij. Ja, maar ja, dat takeling dat wordt echt lang. Dat, als we het zo door hebben, dan ben je wat jij de kleur. Kan Sjerre de boel net? Achterpaneel? Nee. We hadden het in de testen, hebben we dit ook alles wat dingen. Dat, maar je weet wel hoe het nog wat gaat. Het gaat ook wel eens fout gisteravond. Gisteravond met die Belgische boot is fout gegaan. Die scheurde zijn hijzogen uit. Die hebben ze vannacht, of gisteravond, een nieuwe band ingestopt. Inderdaad, hetgeen er misging was dat bij het liften van de boot in het water de draagbalk uit de tik is gescheurd. En gelukkig dat de kraanmannen alert genoeg waren om de boot snel genoeg in het water te zetten. Zodat wij eigenlijk heel weinig schade hadden. De boot was bijna in twee. Zo. Je hebt geen pech? Ja, we hebben juist er een wat pech. Eerst dikke pech. Tot waar ik het daar de brek bijna eruit. En daarna gingen we de andere hoek steken. Dus dat is even heel jammer. Dit ben we nemen transponderkes. Er zit een GPS ontvanger in en telefoontje. Zeg, is dit wel een beetje schen. En die telefoon die vreeg het steeds om die GPS, waar ben ik? Om de 20 seconden. En dat zendt hij naar u staan, naar je server. En dat liet we zien op internet. Nou, iets van 15.000 bezoekers binnen al op een website West, hè, gedurende het evenement, op nota. En 10% is uit het buitenland. Dus ze komen overal waar. Thailand, Amerika, Canada. Nou, ze zien van overal weer wat er gebeurt. Ja, en dat wordt steeds meer. Elke dag weer wat meer. Ik denk op het einde dat we nou ja, verschrikkelijke hoeveelheid mensen nooit evenement zien. De tweede dag van de Solar Challenge en als volgploeg Matje Ebbesje en Weetje kreeg Longsmatten naar Bolsward. Een net zo'n heldere zinnen en het wie echt net een bright day voor de bright spark van de Jouwer. Nee, ik ging een nice groepje maken. Ik kreeg een tijd meer om een goede ronde te zetten. Nou, en juist daar gingen we een storingje. Nou, en dan moest de klep even een stukje hiepen. Nou, we hebben een straftijd gekregen. Omdat het ik maar de hoorn hiepen in hier. En het net en het was per se elektronisch. Dus ja, dat is erg jammer dat het zat voorin. Better nice wieren voor de Phoenix. Juist kregen ze voor alle dagen nog een keer 44 minuten straf. Maar dat is verloren. We voelen al hier zeer onterecht, dus aan het straf. Maar het team zegt van ja, we hebben hele bijzondere omstandigheden en dat is, we zijn wel heel zwaar gestraft. Dus die hebben een protest ingediend bij de jury. Volledig kansloos voor de hele weekend en we weten dat die boot het vark in. Dat we zijn maar bij die protest gegaan en met Mies en met de jarenlitten. Maar er zijn bijzondere omstandigheden, dus we perken de straf tot 1 dag in plaats van 5 dagen. Dus dat is heel goed nieuws voor ze. En Sascha maar weer protesteren, dat kind dus lenend wezen. En deze man die zit op scherp, want ze starten hier als zontjende. En dat is hun minheidszin. En als een pijl uitboog van hier water, geeft ze van troch. Op wij naar een hele mooie klassering van Joert. En dan ben ze onderwijs naar Hielpen. En daar moet je aardig sturen om tussen al die nauwe sletjes en kanaaltjes terug te komen. Ja, en had er dan ook nog een Braziliaan achter je ons zit die jou voorbij wil, nou, dan haai je het knap benauwd. En wat feest is verzelfs echt drama. En dat is voor het Maartenscollege Uitgreens. De vrolijersboot wordt onroppen. Even een moment, ik bel je over. Dames, jullie moeten er bij de sportvelden uit. Ja. Daar verderop, oké? Okay? Ja, hallo.
Ja. Ja, stom. Oh, ik ben gewoon een half minuut te laat. We willen gewoon net op het randje. Ja, het is echt steeds jammer. Net. En dan, je wilt zo graag, maar nou ja, dat lukt dan gewoon niet. Dus, ja, jammer is het. Maar. Zit niks anders op. Het Rede Kruis oer het startnummer. Tragedie al om. Maar ja, wat tragedie is, is ik feest van zelfs. En vooral als je Brazilianen in huis hebben. Van de Universitate Federal door Rio de Janeiro. Zij hebben de tweede plak in handen en dat willen ze me wat graag horen verzelsen, want wat zou dat mooi wezen om mij een beker naar huis te gaan. En als ze dan in Bolsatoon komen, dan is het Braziliaans samba-feest. En alle uitslagen van de Friesian Solar Challenge keer zien op www.omroepfriesland.nl. Deze boot is gebaseerd op het ontwerp wat de Twijelina maken. Of Twijelina door al die teams maken. Wij hebben in Vierdegien daar vooral maar de rompfarm die hebben we optimaliseerd. Nou, daarnaast hebben we een hele efficiënte zonnecel. Gallium arsenide, we hebben maar dit waar. Ja, hebben de accu's binnen een jaloer, hebben die vol. En hoeveel kracht zit er dan in zo'n accu? Wat kerst hij maar 100 al bijvoorbeeld? Nou, die accu is ongeveer 1 kilowatt. En als dat betekent, dan is er bijvoorbeeld een tosti-ijzer. Het is hetzelfde vermogen. Oké. Okay. Dus jelloeren en deze zonnepaneel, dan kun je een tosti-ijzer omzetten? Ja, constant. Inderdaad, dan kun je in principe dus 12 tosti-ijzers gewoon de hele tijd door. Wij bepalen of niet de val gehouden van hoe snel de boot moet gaan varen. En hoe doe je dat dan? Nou, wij zorgen van welk vermogen er binnenkomt. Hoeveel we op dat moment verbroeken, hoeveel je nog verwachten te gaan verbroeken en hoeveel capaciteit je nog in de accu zet. Dermark is dus maar wat rekkenwerk, uitrekening, wat de ideale snelheid is. En dat jou weer dan drogende bestuurder die snelheid in kan varen. Hoe het kennen dan? Ja, wij op topsnelheid kunnen we ongeveer 24 km per uur. Maar omdat het toch echt een race is, hoe 220 km. Heb ik gewoon een hele hege topsnelheid, of een hele hege gemiddelde snelheid eigenlijk, van TSD etappe bijvoorbeeld ongeveer 60 km per uur. Maar het is de vorige etappe, ziet dat je in de nontje en de proloog zelf 20 gewoon. Waar is die bal voor? Dat is een IKEA bal uit het ballenbad. Die hebben we twee dagen voor de wedstrijd hebben we die nog even regelen. Want we kwamen erachter dat er ik nog een reddingsboei of een markeringsboei eigenlijk in de boot moest zitten. Dat zodra die boot zinkt, we hebben natuurlijk net vanuit gegeven, dat deze boei bloot ruwen. En dat we dus kunnen markeren en dat meestal dus kunnen zijn versus soloboot met een optakeling, mocht die zonken wezen. Ja, het is gewoon geweldig om zulke iets op zonne-energie dan ik nog gewoon te maken. Dus wat gewoon echt enorm duurzaam is, wat helemaal niks verbroekt. Twa tosti-apparaat. Twa tosti-apparaat, inderdaad.